Deze highlights worden u aangeboden door Heineken. En PlayStation. UEFA Champions League sponsors. Benzema, balverdeel gegeven door de scheidsrechter. En dan Asensio, die nog niet scoorde dit seizoen. Die van erg dichtbij met zijn goede linker nota bene hard tegen de paal knalt. Dit is het eerste doelgevaar. We zijn nog geen 5 minuten ver. Dit is een geweldig pasje van Modric voor Karim Benzema. Die trapt hard, maar veel te centraal om de doelman te verrassen. Asensio tot bij Mendy. Asensio, hakpaasje, Ødegaard, 1-2 en dan de save van Trubin. En hij blijft er stoïcijns bij. Stak gewoon die arm uit, nochtans kwam dat schot razend hard. Wat een reflex van Trubin. Mendy. Makkelijk voorbij zijn rechtstreekse tegenstrever. Ødegaard. Ja, knap weer van Rodrigo. Benzema. Goeie voorzet. En daar was Nacho Fernandes en ook Marco Asensio. Ze hinderen elkaar misschien wel een beetje. Wel een heerlijke aanval. Trubin raakt ver. Stepanenko. Dentinho, het hoofd van Rodrigo. Tyson. Weg bij Vasquez. Tyson nog steeds. Tyson. Varane komt te laat en Courtois, een eerste keer dat hij paraat moet staan. Thibaut Courtois redt met het lichaam. En Varane werd daar zeer makkelijk uitgelopen door Tyson. Marlos, buitenkant schoen. Kovalenko moet er even op wachten en dus het momentum een beetje verdwenen. Marlos liep nog wel diep en dan ja, Dentinho die een fout in de Madrileense defensie afstraft. Een zoveelste fout dit seizoen in die verdediging van Real Madrid. En 1-0, nog voor we een uur ver zijn. Real had voor de rust de beste kansen, had ook het meeste balbezit. Die counter waar muziek in zat, die niet al te vlot startte, maar wel vlot finishte. En het is Mendy die de bal wegtikt en niet communiceert met Varane. Varane blijft er naar kijken, gaat uit de weg en Dentinho zegt dankjewel. 1-0. Eerste goal van deze Champions League campagne voor de spits die dus op het kwartier kwam invallen voor Junior Moraes. De Braziliaan van 31, Dentinho, scoort zijn tweede goal tegen Real Madrid. Hij scoorde 5 seizoenen geleden ook tegen Real in een 3-4 nederlaag. TT gleed weg, maar dan toch knap technisch gedaan. Maar wel een schot dat nog gedevieerd wordt van Asensio met zijn goede linker. Maar er zat een Oekraïense voet tussen na balverlies van deze TT. Vinicius, Vinicius, knappe schaar. Vinicius puntert hem. Maar niet tot in de voeten van Mariano of Modric. Dentinho krijgt die bal tegen de voeten van TT. Maicon ligt daar helemaal open op links bij de kleine Solomon. Gaat hij zijn oordeel vellen? Solomon gaat het zelf doen. Solomon! Hij doet het. Het Solomon-oordeel van de Israëli. 2-0. Hij scoorde ook al in het Di Stefano tegen Real Madrid. En is Real nu ja, definitief uitgetikt. Zijn ze volledig KO gegaan. Met nog 8 minuten op de klok. Ze spelen weer een draak van een wedstrijd. Niet voor het eerst natuurlijk de jongste weken.
hier in de maand november niet kunnen winnen in competitieverband. Enkel een 0-2 zegen kunnen boeken tegen Inter. Maar dat kan niet verhullen dat Real echt ziek is. Deze highlights werden u aangeboden door Heineken en PlayStation, UEFA Champions League sponsors.